Welkom bij een nieuwe vlog. Oh my god, are you one person? Kijk hoe mooi en leuk. Veel slumber party in de kamer. Yeah. It's so fluffy in Canada. Joehoe, ik ben net op kantoor geweest. Een hele drukke dag, heel veel dingen gedaan. En nu kom ik thuis en is de hele badkamer eruit. Ik laat het jullie even zien. Overal ligt dus van dit soort papier. Dit is hoe de woonkamer er nu bij ligt. En dit is hoe de badkamer er nu uitziet. Alles is weg. Alles wat er was. Badkamer. Kastje stond hier. De douche was daar. Een hele hoge douchebak zat erin. Dit is de andere kant. Oh, wacht. Ja, hier zit nog één tegelwandje. Verwarming is eraf. Dat is het eigenlijk. Ik weet niet wat ze met de plafonden gaan doen, want daar komt nog een spot in. Looking good. Je ziet ook dat het dus echt een kleine badkamer is. Ik zal even mijn voeten ter vergelijking erin zetten. It's small. Een hele goede morgen. Vandaag is weer een topdag. Ik ben namelijk met Kelly en we hebben weer hetzelfde aan. Hoe is dit mogelijk? Oké, ik laat mezelf even zien. Ik heb een zwart truitje aan. Ruitenbroek en een sneaker. En mijn groene tasje. Dit heeft Kelly aan. Leuk, die sneakers met dat ruitenbroekje. Leuk. Met dat groene tasje, dat zwarte jasje. Zo top. Gewoon niet gebeld. Niet gebeld. Ik vind het heel sterk. Hoe kan dit nou toch elke keer? Dat ons gewoon influisteren dat we aan moeten. Ik denk het. Ja, ik ben weer met Yara 2. Hallo. Ja. Hi. En met Steven, die hebben jullie al vaker voorbij zien komen. En met Kelly. Yara en Steven hebben dus samen met nog een meisje Sahel een heel leuk en goed interieurbedrijf waar ze badkamerverbouwing begeleiden, mijn woonkamerstyling in geholpen, drama's met de vloer hebben opgelost. En nu zijn we het slaapkamerplan aan het afmaken, wat er heel mooi uit komt te zien. En echt heel volwassen, al zeg ik het zelf. Geen rols, tot ieders grote verbazing. En we gaan zo even de stad in, even wat adressen af. Nu zijn we lekker wat aan het eten. Ik neem een salade, ik voel me heel goed, want eigenlijk wilde ik een burger. Het is toch goed als je gedurende de dag een paar keer trots op jezelf kan zijn. Nu gaan we nog overleggen over kastdeuren en plankjes en opbergmogelijkheden, want die heb ik eigenlijk niet in huis. We hebben net het internet afgestruind. De West Wings en Maids en Sissy Boys van de wereld. We gaan nu bij Bolia kijken en dan nog bij een andere winkel in de Utrechtse straat. En bij H&M Home ga ik nog even kijken. Dat zijn wel al mijn favoriete adressen. En Jaar doet dan de Marktplaats Vintage Zoektocht. Lekker. Holy shit. Dit is lekker. Ik vind dus dat ze altijd zulke leuke vaasjes en zo hebben. Tijd voor lekker sushi diner. We kijken naar First Dates, wat echt een van de schattigste programma's ever is. Vind ik zo leuk. Jordi is ook helemaal hooked. We leven ook altijd heel erg met iedereen mee. En hierna ga ik nog even verder werken, vrees ik. Maar we hebben wel sushi. En dat maakt het leven toch beter. Dus ik dacht, ik bestel iets lekkers voor mezelf. Dan kan ik daarna nog even door. Morning! Ik ben dus heel benieuwd wie dit ook doet. Ik heb koffie gemaakt en hij zit veel te vol. Oh, lekker. Dus mijn oplossing is altijd om dan gewoon dit op een tafel te zetten en af te drinken totdat hij wel drinkbaar is. Maar ik zie dat hij al aan het overstromen is. Ik was iets te enthousiast. Deze bekers zijn kleiner dan die ik thuis gebruik. Ik vind dit schuim altijd zo lekker van sojamelk. Verder heb ik een hele drukke dag. En ik ben lekker bezig in de ochtend, maar er is wel al bijna anderhalf uur voorbij. En ik had al twee dingen af moeten hebben en ik heb pas één ding af en het zat 10 uur nu. Dus ik ga maar even racen. Ik moet Linda dingen doen. We zijn met een voorstel bezig voor een klant. Nou, eigenlijk 2 of 3 grote projecten voor Linda. Inhoudelijk ben ik er veel mee bezig, want we zijn nu het winterboek aan het maken. Ah! Daar moet ik 3 dingen voor checken. Dan heb ik een heleboel admin wat een beetje misloopt. Dus, daar moet ik snel mee aan de slag. Ik moet mijn voorwoord gaan schrijven voor het Linda Meij de Winterboek. En ik heb nog even geen inspiratie. Dan heb ik 2 afspraken, een opening. En ik moet ergens voor een whirlwind trip naar Parijs van 1 nacht. Die soort van verkeerd gepland en anders dan ik dacht was. Maar heel leuk. Spullen pakken, maar
Thuis wordt alles verbouwd en dus alles ingepakt. En er is geen elektriciteit. Dus ik zie ook niks. Dus dat zit ook in een timeframe. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Oké, okay, I got this. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken vandaag. En het multitasken, want ik maak me heel snel klaar voor de dag. En ik ben ondertussen mijn vlog aan het checken. Bij Charlotte, mijn lieftallige hairdresser. Ja, haar zit goed vandaag ook. Wow! Heel knap. Op tijd opgestaan. Ja, worth it. We hebben even een stuk van mijn haar afgeknipt, heel snel, voor Parijs. Ik dacht, ik wil dit weekend er goed uitzien en ook voor het Linda Festival. Dus we hebben wat geknipt en even de krul erin. Kijk hoe mooi en leuk. Het is best een stukje af, maar het voelt zo fris en tof weer. Beweegt ook heel lekker. Char heeft een tang die soort van platter is. Dus daardoor krijg je meer knikjes dan echte krullen. Ik laat jullie ook even de achterkant zien. Een heel lekker beweging zit erin. Ik heb het nu niet uitgekamd of zo en geen poedertje erin. Want ik wil gewoon dat dit nog in Parijs ook leeft. Dus dat doe ik daarna allemaal, morgenochtend. Super mooi. Dit lekker in de trein met mezelf. Nicole, Stephanie Benz. Zitten ze drie op stoelen van twee. Nicole Hans, mijn Steven zweven in ziet. Ik heb geen plek. Ze heeft geen plek, het is een soort treinwees. Heel trein, zielig. Een treinelfje. En er zit ook nog een klein cadeautje aan de overkant. Kijk. Ons klaagje. Dat is onze vriend. Die bedoelde ik. Dat is mijn nieuwe vriend. Als jullie het willen weten. Primeur in deze vlog. Nee. Heb jij er zin in? Ja, waarom gaan we altijd Brabants praten? Dit is echt stom. Het is gewoon zalig om zo te praten dan met jullie. Hè? Ja, dat is, je voelt het thuiskomen, hè? Ja, dat voelt me echt thuis. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag. Dat ben ik. Het komt er allemaal in. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we op. Nicole probeert een vlog takeover te doen, maar is niet voor in de wieg gelegd. Nee, ik doe zo even een keer als we op reis zijn. Dus ik denk dat het beter ben als ik loop. Ik doe wel even in het Frans dan. Bonjour, oui. Je m'appelle een vlog. Je m'appelle. Leuke naam is dit. Je m'appelle een vlog. Je m'appelle een vlog. Je m'appelle een vlog. Anders kan ze. Nee, ik bedoel, je m'appelle een vlog. Dat is leuk. Je m'appelle een vlog. Dat is leuk. Dat is echt leuk. Copyright please. Ja. Tasha. Oh my god, oh my god. Are you one person? Yes, we are. Who this? Who this? Hey, leuke jas. Leuk, hè? Heb je die gekocht? Hey. Zijn we bij Shiseido event? Oké, okay, dit is dus heel leuk. Oh, wow. Wat vet. Oeh, die is mooi ook. Heftig. Die time to shine is ook mooi, hè? Kijk hoe mooi, jongens. Je kan gewoon hier blauwe eyeliner, zwarte eyeliner, oogschaduwpaletjes. Oh, wow. Oh, groen is ook best wel leuk eigenlijk. Wow. Oh, wat gaaf. Dit is wel heel handig, want nu probeer je opeens allemaal nieuwe dingen. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Natural beauty. Check dit. Nee, die lippen. Doe even de natural lip. Wow. Oh, wacht. Die vind ik ook wel leuk. Ik ook. Deze vind ik mooi. Maar ja, deze oogschaduw is ook lijp. Oh, maar kijk, ik kan echt. Wow. Echt leuk. Dat is echt. Wow. Wow. Thank you.
Party in de kamer. En moet jij aan iedereen je titel laten zien? Nee, ik ben niet in beeld met Piet. Zeg, wacht, ik ga heel even wat pakken. Wat een geweldig stukje art aan de muur. Prachtige art. Goede avond, jongens. Ik in een wandje van Piet. Ook echt alle twee. Wat heb jij? Eentje bij jou? Eentje bij mij. Nieuwe storage met jou gezien. Ik zeg, doe eens op. Ja, doe even show. Mode show. Mode show. Een leuk tasje. Special. Ik ben benieuwd als je zo aankomt of ze wel foto's van je gaan maken. Ik denk oprecht van wel. Ja, jongens, ik vind het gek, maar ik zou dat dus echt durven. Ik heb echt zin in. Je durft er echt niet, lul. Zeker wel. Ik denk zeker van niet. Doe dan morgen, jongen. Goedemorgen. Het is zaterdag en ik heb net even ontbeten beneden met Nicole en Stephanie. Ik ga me nu preppen in de kamer van Nicole, waar een groot mode- en beautyfeest gaande is. Heel gezellig. Ik doe vandaag deze trui aan met een crèmekleurige rok eronder. Het schijnt wel mooi weer te zijn. Ik zie het buiten ook wel blauw, dus dat is geen goede zin, geloof ik. Verder heb ik echt heel weinig geslapen, omdat ik in hotelkamers altijd helemaal excited word en dan in mijn badjas 2 uur rond ga lopen en YouTube video's ga kijken in het megabed en in bad ga 3 keer per dag en dat soort dingen. Dus dat was nu ook weer aan de orde. Maar ik voel me prima verder, dus dat is oké. Ik dacht dat ik veel meer tijd had hier om nog even wat winkels te bekijken en veel foto's te maken, maar het vliegt echt voorbij. Maar wel heel gezellig met deze meiden. Hoe leuk is mijn uitzicht? Zo Frans. Yes, Ellen dance. We kunnen dit. Ja, ik heb een heel goede uitleg. Ja, maar je hebt een alleen een onderbroek aan. Ja. Nee, we kunnen jou niet laten. Alleen from the top. Oké, okay, je gaat uit. En in. In, uit. Wissel. In, uit. Hij is niet zo moeilijk. Oh. Ochtendgymnastiek. Het is al middag. Mesnallen. Het is middag. Ik heb net foto's gemaakt, dus ik heb me even omgekleed voor een nieuwe look. En Nicole is ook in ribfluweel. What? En we gaan lekker ergens lunchen. Zal ik even op bed uitzoeken voor ons? Oh, niet door mijn schoenen. Coton, chaton ben ik. Oogschaduw, roestkleur, rippak, roestkleur, luipaard, roest. Wel luisteren, maar het is echt hartstikke koud. Het is hartstikke koud. Ik probeer het Frans te praten, maar bij alles zegt het gewoon je m'appelle en dan iets Frans hoor. Je m'appelle en je m'appelle. Fien avocado en toast. We zijn nu bij restaurant Nationaal, een hele mooie plek met een prachtig hotel ook. Met Nicole en Niels en Christian. We gaan weer verder eten. Kaas dit keer en wijn. Een taxi en weegt 5 mijlen op en ik voel het mooi. Opeens op mijn naam van de chauffeur. Wat zei jij? Is je parle français? Bonjour, je ne comprends? Parlez vous anglais? Parlez-vous anglais? Praat u ook Engels? Oh, ik dacht parlez-vous anglais. Hallo, bonjour. We zijn bij de Zuidelijke Frontier Show. Leuke speldjes met kiosk en een hele mooie velvet jurk aan. Het kan van Zuidelijk. Loving it. De show is buiten, dus het is wel redelijk fris. Dus daar leeft een heel leuk pak aan. Zo mooi dit. Voor eerst ever. Het is echt wel leuk. Dank je. Maar wel echt buiten comfortzone gedurfd, maar het is een goed idee met Fashion Week. Ja, dat dacht ik ook.
al probleem van vier. En dan dit ook, girls can do anything. Yes, red leg. Oh my god, wat is hier gebeurd? Nicole's motoriek is what happened. Ik hoop dat er veel mensen zijn. Ik weet niet wie ik allemaal ga tegenkomen. De Blonde Tigers zijn er nu, dus dat is heel gezellig. Dus ik ga maar even naar buiten. Zo leuk! Hier kun je allemaal foto's maken alsof je op een Linda cover staat. Hallo! Mijn missie met Linda Meijden is eigenlijk wel dat ik wil dat het nog dichter bij de doelgroep staat. Dus dat je je nog meer kan herkennen, dat we ook nog meer verschillende type jonge vrouwen in het blad laten zien. Ook verschillende afkomsten, verschillende lichaamstypes, verschillende verhalen. En iets meer die verdiepingsslag opzoeken. Dat het niet alleen maar juicy is, maar ook bijvoorbeeld zo'n blote borsten statement durven maken. Wat natuurlijk niet de meest commerciële optie is. We hadden ook drie vrolijke BN'ers in een zomerjurk op de cover kunnen zetten. En had beter verkocht misschien. Alhoewel hij het goed gedaan heeft. Ja, ik wou net zeggen. Ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. Dus daar ben ik dan ook heel trots op. Eigenlijk alles wat lukt, daar ben ik wel trots op. Maar ik heb wel het idee dat dus iets meer verdieping en iets meer echtheid nog, dat dat wel lukt. Ik weet niet of jullie dat ook vinden, maar dat probeer ik in ieder geval heel erg. It's a wrap! Dat is leuk, hè? Rap dan? Dus ik zou... Wat voor rap heb je dan? Nee. Oh, het is zo mooi. Ik ben helemaal afgeleid door de roze fluffy. Moet ik nog even filmen in de roze fluffiness? Ja! Ja. It's so fluffy, I'm gonna die! Yes! Dit wil. Zit heerlijk, hè? Het is weer een nieuwe week, dus ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken en vergeet natuurlijk niet je te abonneren. En tot in de volgende week zondag. Doei!